had een schilderij in de hal van het gemeentehuis van Willem van Duvenvoorde, 2,70 meter hoog, 1,40 meter breed. En de gemeente besloot om dat schilderij maar uit de hal van het gemeentehuis weg te halen. Weer een stukje, gaat dat goed, minder bij de gemeente. Maar het gebeurde zo. Wat zei Peter Nuiten? Wij gaan dit brakleen aanbieden aan de Heemkundekring Oosterhout. Alleen met die verstanden van, hang dat op een leuke plaats neer, dat heel veel Oosterhouters kunnen genieten van mijn schilderij en van Willem van Duvenvoorde. Nou, al lopende door het museum Oud Oosterhout zag ik een hele witte muur waar precies dat schilderij zou kunnen hangen. En al pratende met het museum Oud Oosterhout, die zijn er toch een dolgraag, willen wij Willem van Duvenvoorde hier ophangen. Het schilderij dan. Van Duvenvoorde kan er weer. Hij zou het verdiend hebben, want hij heeft duidelijk wat verdiend gehad voor Oosterhout in de tijd. En dat resulteert nu in een tentoonstelling van het museum Oud Oosterhout eind januari. Expositie over Willem van Duvenvoorde, waar wij al het materiaal voor geleverd hebben. Dat is fotomateriaal en dan het documentatiemateriaal wat er is van Willem van Duvenvoorde. Dat is te bezichtigen in het museum Oud Oosterhout. Ja, dan wat 2017 betreft. 2017 willen we eigenlijk nog meer samenwerken met andere organisaties om onze Heemkundekring nog beter te kunnen laten werken. En dat heeft nu al geïnstalleerd in samenwerking met een landbouworganisatie, de ZLTO. ZLTO waar we 16 jaar lang te gast zijn, mogen zijn daarna. Weer terug in mei hier, half mei, hebben we een hele grote expositie hier achter ons in de tentoonstellingszaal van het museum. Er komt een nieuw leven terug weer in, zoals we in het gemeentehuis hebben gehad, maar nog veel uitgebreider. Uitgebreid met onze themagroep genealogie, die daar duidelijke medewerking aan gaat geven. Want ook dat is ons streven om alle themagroepen dichter bij elkaar te brengen. Zodat we één grote club zijn en niet allemaal groepjes op hetzelfde. En dat is een belangrijk streven voor je teamgroepjes van het Erfgoedmuseum. En T5 niet te vergeten, T5 waar we jaarlijks ook een lezing hebben en waar we uitstekende contacten mee hebben. En dat moeten we nog verder uitbreiden. Ik zat net naast een bestuurslid van. Ik heb er alles van, daar moet ik altijd in.